President Desi Bouterse en zijn delegatie zijn gearriveerd in de Volksrepubliek China. Bouterse werd op de Beijing Capital International Airport namens de president Xi Jinping verwelkomd door de vice-minister van Buitenlandse Zaken. De president vertoeft in China voor een staatsbezoek op uitnodiging van de Chinese president. First Lady Ingrid Bouterse-Waldering werkt een apart programma af. Daarnaast vertoeven de ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën, Justitie en Politie, Handel, Industrie en Toerisme alsmede Volksgezondheid ook in China voor het afwerken van andere programma's. Dit bezoek staat in het licht van de verdere verdieping van de samenwerking tussen beide landen. De ondertekening van diverse overeenkomsten gericht op de gebieden veiligheid, landbouw, handel en investering, technische en economische ondersteuning en people-to-people uitwisseling zullen ook worden afgehandeld. Om verder inhoud te geven aan deze historische relatie van meer dan 160 jaar.